Goedemiddag allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Helmand TV Extra. Vandaag moest Helmand thuis voetballen tegen Stadskanaal en we hebben helaas 0-1 verloren. 0-2, sorry. 0-2 verloren. Berend, we beginnen met de standaardvraag die ik altijd stel. Wat vond je van de wedstrijd? Ik vond het de eerste helft van onze kant een slordige wedstrijd. Waar we het niet echt te vertellen hadden in de beginfase, helemaal niet. Kom je denk ik ook terecht op een achterstand. Daarna was het heel erg zoekende, konden we de bal niet vasthouden. Kwamen steeds zij in de omschakeling erg gevaarlijker doorheen. Eind van de eerste helft dacht ik wel, nu hadden we iets meer grip en kwamen we ook tot iets meer kansen. Ja, want om gelijk even in te haken, we hebben ook aardig wat kansen gemist. Het leek ook gewoon alsof die er niet in wou. Ik denk dat we echt 500% kansen hebben gehad. En die ze in het begin van het seizoen er wel in schoten, vliegen ze er nu